huis in Enschede en liepen buiten toen ze twee begeleidsters iets zagen weggooien. Echt blij dat het gekke apparaat nu weg kan. Wacht, wacht. Maar wat zit er in die doos? Helemaal niks hoor. Maar nee, we zijn. Nou, het was niet zo interessant, maar we zijn echt gewoon. Zullen we kijken wat er in die doos zit? Ja, kom, we gaan. Goed idee. Hij ligt op het bal. Hij ligt daar. Wat zit erin? Wat zit erin? Wat is dit? Wat is dit? Dat is die schreeuwleuker van die vader van Esmeralda. Ja, en ik wil nu dat je naar beneden komt, want dan sla ik je hand op Moes, ja? Hé, hey, richt dat ding eens even op hem. Ja, dat is een goed idee. Niks meer mee te maken met die zooi allemaal. Van. Is het een standbeeld geworden of zo? Je kunt er heel veel dingen mee doen met die apparaat. Ik snap niet waarom ze dit hebben weggegooid. Kinderen snapten dat ze een machtig apparaat in hun handen hadden. Ze besloten de directrice te volgen naar het winkelcentrum waar ze matrassen ging kopen voor de opvang. Ik geloof dat ik hier in deze showroom de afspraak had. Mevrouw Bert, hier is onze afspraak. Ja, super. Hallo, hi, ik ben Erik. Hier is onze afspraak hier. Nou, hartstikke fijn. Wat voor mooie bedden kunt u me laten zien? Hele harde bedden en hele zachte bedden. Ik hoop dat het ding maar heel geluid gaat maken. Ik was al een testje hoor. Nou, als je een beetje plaatst, dan kom ik erbij. Stop, ze zijn bezig. Stel dat ik 80 van deze bedden zou kopen, van deze matrassen, hè? Ja. Hoeveel gaat me dat kosten? Ik denk wel dat ik een mooie prijs kan maken, hoor. Gaan ze weer van die hardere matrassen kopen, man? Ja, die dingen lijken wel plank, man. Ja, ik slaap daarvoor geen meter op. De kinderen hadden zo een eerst probleempje opgelost. Nu werd het tijd om iets groters aan te pakken. Ik ben volgende week jarig. Ik was hier ook jarig, maar dat vond ik helemaal niet leuk. Waarom was dat nou niet leuk dan? Nou, er mag helemaal niet zoveel familie komen. Echt waar niet. Ik vond het net zo leuk. Ja, maar dit kan misschien helpen. Hoezo dan? Hier kunnen reporters stilzetten. Op de dag van de verjaardag komen er al snel meer dan 4 mensen. Ik heb echt zin om naar het feestje te gaan, man, van mijn zusje. Super. Zo, wat denken jullie hier te gaan doen? Ik ga naar het verjaardagsfeest van mijn zusje. Ik heb ook een cadeautje bij. Oké. Oh, volgens mij mogen ze niet naar binnen komen. Ja, het feest zit al vol. Ik zie jouw 4 namen. Echt waar? Want ik heb mijn nichtjes en mijn opa en oma komen ook nog. Loop maar even mee. Ja, je kan. Voor het eerst konden er op een verjaardagsfeestje meer dan 4 mensen komen. En werd het echt gezellig. De volgende dag waren de meiden nieuwsgierig naar wanneer hun zachte matrassen werden geleverd. En gingen het aan de directrice vragen. Het is een hele belangrijke afspraak, dat begrijp ik. Ja, dat is super belangrijk. Oh, het is per ongeluk aangezet. Hallo? Is er iemand? Hallo? Maar dan hou je toch even van pauze af, want dan druk je op deze gele knopje. Hij werkt niet. Maar dan is ze voor altijd bevroren. Oepsie. Denkie, bent u er nog? Ik ga even kijken wat er te zeggen is in de telefoon. Nou, zeg, ik snap er helemaal niets van. Hallo? Kan de burgemeester en wethouder vandaag nog even langskomen? Ik kan doen alsof ik de directrice ben. Ja hoor, je mag zo komen, hè? Ah, gelukkig. U bent er nog. Ja, ik wilde bijna ophangen, maar het is goed dat we vandaag nog even langs kunnen komen met de wethouder van jeugdzaken dan. Ja hoor. Waar zullen we dan afspreken? Ja, doe maar boven afspreken dan. Doei. Oké, nou dan geef ik het door aan de burgemeester en dan kom ik samen met de wethouder vandaag nog even langs. Doei. Ik moet me snel omkleden als directrice. Snel werd Nas omgekleed tot directrice en arriveerde de burgemeester en wethouder bij het opvang. Burgemeester, komt nu gebouw binnen. Oh, burgemeester en wethouder, wat leuk dat jullie er zijn.
U bent vast de directrice? Ja. Ah, ziet er anders uit dan vorig jaar. Oh ja, klopt. Ik ben een nieuwe directrice. Komen jullie maar mee. Oh, ik ken haar nog. Dat was de directrice van vorig jaar. Wat doet ze hier? Ja, dat is niet belangrijk. Laten we het maar over de begroting hebben van volgend jaar. De nieuwe directrice deed het goed. Ze vroeg om 100.000 euro en met veel emoties sprak ze over het tegengaan van huiselijk geweld, plicht oplossen van ruzies tussen vaders en moeders en extra beveiliging tegen agressieve vaders. Ik vind wel dat u een goed verhaal hebt, mevrouw de directrice. Dus ik ga het allemaal noteren. Dat is maar goed ook, want het gaat over de toekomst van mijn kinderen. Een week later belde de burgemeester met goed nieuws. Oh, dat is wel heel fijn. Hartstikke bedankt. Doeg. Fijne dag verder. We krijgen de 100.000 euro. Je echt een goede directrice. Yeah!